Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 5 VWO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag bespreken we som 39 van lineair programmeren. En dat is een aardige som, omdat je dat geheeltallig moet doen. En daar kunnen hele verrassende dingen gebeuren als je dat doet. Dus laten we even gaan kijken naar het bord. Ik heb alvast de gegevens uit de som overgenomen in een tabelletje. De vrachtcapaciteit van een Amerikaans vliegtuig is 5400. En als je dan een keer x doet, dan weet je wat alle Amerikaanse vliegtuigen samen hebben. Voor de Engelse vliegtuigen is het 3600. En dat moeten we maximaliseren. Dit is eigenlijk de doelfunctie. Dan zeggen we nou, de vrachtcapaciteit is 5400x plus 3600i. Het zijn behoorlijk grote getallen. Het ziet er misschien eng uit. Maar dat blijkt allemaal heel erg mee te vallen als we de ISO-lijnen gaan tekenen straks. Verder, de bemanning 5x plus 3i moet kleiner dan of gelijk zijn dan 41. En het aantal vliegtuigen moet kleiner dan of gelijk zijn dan 12. Dus x plus i is kleiner dan of gelijk aan 12. Ja, omdat er wordt gesuggereerd in de som dat het een geheeltallig probleem is, moet je stapjes van 1 nemen, zodat je alle roosterpunten goed kunt zien. En als je half roosterpapier hebt, dan kan je stapjes van 2 nemen. Dan heb je nog extra roosterpunten. Maar je moet alle roosterpunten kunnen zien, anders faal je. Dus laten we even kijken. X plus i is kleiner of gelijk aan 12. Nou, dat geeft als punten natuurlijk 0,12 en 12,0. Dus die loopt van daar naar daar. Zo. En die andere 5x plus 3i is kleiner of gelijk aan 41. Daar komen een beetje smerige getallen uit. Dus ik zit te denken, is er een manier om dat mooi te tekenen? Antwoord, ja! Want als je i is 0 neemt, dan moet je 41 delen door 5 en dan krijg je een kommagetal. Maar als je i gelijk aan 2 neemt, dan is 3i gelijk aan 6. Toch? En als 3i gelijk is aan 6, dan staat er eigenlijk 5x plus 6 is 41. Dan breng je de 6 naar de andere kant en dan staat er 5x is 41 min 6, 35, x is 7. En dat is een roosterpunt, die kan je makkelijk tekenen. Dus dat is natuurlijk niet verplicht om dat zo te doen. Maar het is prima als jij het gewoon met de kommagetallen tekent en een beetje nauwkeurig, dan is het gewoon goed. Maar ik vind het leuk om dan gewoon eventjes een roosterpunt te zoeken. Nou, zijn er nog meer van dat soort punten? Ja, want als we nou i gelijk nemen aan 7. Even kijken hoor. Als i gelijk nemen aan 7, dus dan werken we met deze en dan zeggen we i is 7. Dan staat er 5x plus 3 keer 7 is 41. Nou, 3 keer 7 is 21, dus dan is 5x gelijk aan 41 min 21. 20, dan is x gelijk aan 4. En dat is deze, 4,7. Oké, nou, en als je dan deze twee punten hebt, dan kan je die lijn netjes tekenen. Dan hebben we hier de lijn en dan loopt die ook nog verder naar deze kant. En dan denk ik van, wat is dit voor onzin? Ik kom hartstikke verkeerd uit. Ik zit hier een prachtig verhaal te houden over dit is handig. Maar ik denk even hardop hoor. Ik weet ook dat die x in de buurt moet komen van de 20. En ik zit hier bij 8,5, dus wat doe ik fout? Vertel het mij. Verlicht mij. Of moeten we wachten op de comments? Ik ben toch niet gek? Even kijken. 7 keer 5 is 35. En 3 keer 2 is 6. 35 plus 2 is 41. Ja, zou je denken, toch? Oh ja, die i wordt juist groot, hè? Nou, stel dat dat klopt. En andersom dan? 4 keer 5... Even kijken, 41, ik kwam tussen 8 en 9 uit. Dat kan helemaal niet, want 41 door 5, dat is iets gewoon van 8. Dat tweede punt was waarschijnlijk fout. Waarom dan? Oh, omdat ik het verkeerde punt heb getekend. Ja, ik zie hem. Die coördinaten zijn goed. Ik had hier die 7,2, die was goed. Maar ik had 4,7 op de verkeerde plek getekend. 4,7 is bij 4 en dan bij 7.
hier. Ik had hem hier getekend bij 2 om een of andere domme reden. Nou, als je hem zo tekent, dan komt hij wel goed uit. Dan komt hij hier ietsje verder dan de 8. En hierboven komt hij dan helemaal in de tabel. Zo, dit is hem. Zie je dat? Oké, dus je moet altijd goed dubbelchecken wat je doet. En als het fout gaat, dan faal je. Nou, dan lijkt het net alsof hier een keurig snijpunt zit. Zie je dat? Laten we eens even uitrekenen of dat snijpunt daar echt zit. Dus, we hebben 5x plus 3 y is 41. En we hebben x plus y is 12. En dan moeten we dat gelijk gaan maken. Dus nou, stel ik voor om het keer 3 te doen. De bovenste keer 1 en de onderste keer 3. Dan krijg je 5x plus 3i. Dat is toch geen leswissel? Wat zijn ze doen op de gang? Ik hoop dat ze zo weggaan. 3x plus 3i is 36. Dus dat geeft dat 2x is 41 min 36. Nou, dat is 5, hè? Dus x is 2,5. Wat een slordige tekening heb ik dan gemaakt. Zie je dat? Ik ga helemaal niet goed door dat punt. En we rekenen het zo nog wel even na. En i, ja, samen moet het 12 zijn, hè? Dus dan wordt i wordt 9,5. Oké, nou, dan voldoet hij in ieder geval aan onze vergelijking. Dat kunnen we zo zien. En dan checken we nog even of die bovenste het ook nog steeds doet. Dan weten we zeker dat we het goed hebben. 5 keer 2,5 plus 3 keer 9,5 is 41. Ja, oké, dus dit zijn de coördinaten van dat punt. Zie dat? Ik heb het dus niet goed getekend. Nou, jammer. Kan ik er iets aan doen? Ja, misschien wel een beetje. Ja, hij zit naast dat punt, hè? Hij zit gewoon hier naast dat punt. Oké. Ik denk dat het voor de... Omdat ik straks echt met gehele getallen moet gaan werken, moet ik het ietsje nauwkeuriger tekenen. Dus dan teken ik hem precies door dit punt. En dan zitten we hier. 2,5, 9,5. Ja, dat ziet er natuurlijk beter uit. Oké, mooi. En wat zeggen ze nou? Stel de formule van de doelfunctie. Ja, dat hebben we gedaan. Met welke werkwoorden heb je te maken? Hebben we ook gedaan. Breken de coördinaten van de hoekpunt op het toegestaan gebied. Ja, nou. Dus we hebben het hoekpunt O. We hebben hoekpunt A. We hebben hoekpunt B. En we hebben hoekpunt C. En O is gewoon de oorsprong. Dat is 0,0. Dat hoef je niet echt uit te rekenen. En A... Ja, dat was die 41 gedeeld door 5. Dus 41 gedeeld door 5 is 8,2. En als je een kommagetal hebt, dan moet je een puntkomma gebruiken in de notatie van je punt. Dan hebben we B net uitgerekend. Dat was 2,5. Laten we het ook maar met kommagetallen doen. En 9,5. En dan punt C. Dat is gewoon x is 0, y is 12. Dus dat is gewoon 0,12. En dan gaan we dit even invullen in de doelfunctie. Dus we hebben hier de hoeveelheid vracht. En in elk punt heb je een andere hoeveelheid vracht. Dus nou, in punt 0,0 heb je 0 keer dit plus 0 keer dat. Dat is 0. Oké, en doen we in punt A doen we 8,2 keer 5400. Dat is 44.280. Nou, dat is een leuke hoeveelheid vracht. Maar als we 2,5 en 9,5 invullen, komt er misschien iets meer uit. Laten we kijken. 2,5 keer... 5400 plus 9,5 keer 3600. Is dat meer? Ja, het is ietsje meer. En je wilt natuurlijk zoveel mogelijk, dus dan ben je blij met elk beetje wat je kan krijgen. En die laatste is dan 12 keer die 3600, want x is 0. Dus dat is dan weer minder, 43.000 nog wat. Dus je zou denken, aha, mijn maximaal hoeveelheid vracht is dit. Maar, er staat in de som dat het aantal keer dus het aantal vliegtuigen, dat van x en y, dat moet een geheel getal zijn. Dus die 2,5 en die 9,5, dat kan helemaal niet. Dus wat moet je dan doen? Nou, dan moet je eens goed gaan kijken naar welke getallen wel mogen. De roosterpunten. Nou, er zit hier zit een roosterpunt. Hier zit een roosterpunt. Hier zit een roosterpunt. Dit is ook een roosterpunt. Hè? Dat ligt precies op die lijn van is samen 20. Oh, is samen 12. Deze die zit. Dit zit ook nog op die lijn. Hier hebben we dan het snijpunt.
Dan hebben we hier nog een punt en hier nog een punt. Dit zijn de roosterpunten die interessant zijn. Die liggen een beetje in de buurt van het optimale punt. En de vraag is, welke is dan het beste? Die of die? En hoe kom je erachter? Nou, antwoord, isolijnen. We gaan de isolijn tekenen door... zullen we gewoon een isolijn tekenen door 3,8? Even kijken. Dus we doen een isolijn door 3,8. Nou, wat is dan de vracht? De vracht is 5400 keer 3 plus 3600 keer 8. Dat is een of ander getal. Dat gaan we uitrekenen. Keer 3 plus 3600 keer 8 is 45.000. Oké, dat is leuk. En nu moeten we nog eventjes een ander punt berekenen waar die ook doorheen gaat. Dus we hebben hier die 5400x plus 3600y. Dat is gewoon de formule van de vracht. En dat moet dan gelijk zijn aan die 45.000. Dus laten we kijken wat er gebeurt als we x berekenen. Ja? X is 45.000 gedeeld door 5400. Nou, wat is dat? Dat is 8,3333. Dat zit dus... dat zit dus hier eigenlijk. Hier. Dus nu kan ik isolijn tekenen. Dan zeg ik van oké. Ik had het punt 3,8 ingevuld. Hè? Dat was hier, dit punt. Dus nu kan ik een isolijn tekenen van hier naar hier. En andersom. Zo. Zo is netjes, toch? En deze isolijn die ga ik schuiven. Dus nu ga ik hem nog een keertje tekenen op een ander dingetje. En dat zien jullie niet dat het een ander dingetje is, maar dat is niet erg. Dus ik teken hem hier nog een keertje. Ik teken hem er ietsje eronder, maar dat is niet zo erg. Zo. En dan ga ik hem opschuiven. Dan zeg ik van oké, dit is mijn isolijn. Zie je dat? En ik wil hem zo ver mogelijk naar buiten toe schuiven. En wat blijkt dan? In dit roosterpunt, dat is het laatste roosterpunt wat hij tegenkomt uit de tekening. Zie je dat? Dus dan zeg je van oké. Dit is het roosterpunt wat ik wil. En dat zit bij x is 2 en y is 10. En de maximale realiseerbare hoeveelheid vracht is dan 2 keer 5400 plus 10 keer 3600. En dat is dan iets minder dan het maximum wat we hier hadden gevonden natuurlijk. 2 keer 5400 plus 10 keer 3600. Oké, 46.800 kubieke meter vracht. Nou, dat is leuk. Mooi hè? Dus in plaats van dat je gaat kijken wanneer je toegestaande gebied uitgaat, ga je kijken wanneer die voor het laatst door een roosterpunt gaat. En dat is een techniek die, die je af en toe moet beheersen. Dus, wat vinden jullie ervan? Wil iemand er nog iets over kwijt? Oké, nou dan sluiten we nog even af. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft.